Wat ik zelf heb gemerkt als allochtoon, natuurlijk met een bepaalde leeftijd heb je heel veel moeite om weer naar de school te gaan. Zie je het als echt een obstakel, een drempel op je weg. Maar wat het heel fijn is bij de trainingen dat ik aan vrouwen geef, dat ik zie, heel vaak vinden ze natuurlijk leuk onder een hele informele sfeer, niet als een school, in contact te komen en natuurlijk samen op deze manier nieuwe dingen te leren. Ik laat het ook aan die vrouwen zien tijdens de training dat ik ben ook een van jullie. Ik heb ook allemaal, alle die stappen dat jullie nu bezig zijn, heb ik allemaal achter de rug. Dus er is geen verschil eigenlijk tussen een begeleider van de groep en de groep zelf. Alleen die durf en die lef probeer ik aan hun te geven als input om hen een beetje te stimuleren. Zeker te zijn, vertrouw in je eigen kracht en het is nooit te laat om iets op te starten. Wat leren vrouwen tijdens jouw training? Mijn training bestaat uit bepaalde kernelementen heb ik zelf ontwikkeld. Onder andere sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden. Zelf kunnen budgetteren aan plannen, aan samenwerken. Aan meer zicht krijgen in je eigen kwaliteit natuurlijk. Wat voor advies geef je andere vrouwen? Ik zeg tegen die vrouwen tijdens mijn training, het is natuurlijk moeilijk, het blijft moeilijk. Maar als je iets in je leven bereikt, dan kun je echt tegen jezelf zeggen, oh, het was echt moeite waard om die stappen te zetten. En natuurlijk word je trots op jezelf en bereik je iets in je leven.